alle vrouwen een aangeboren afwijking die ervoor zorgt dat jullie allemaal stuk voor stuk enorm veel problemen hebben met een man in rustpositie. Een man die zich op zijn gemak voelt, dat kun je gewoon niet aan, hè. In een relatie, dat is vreselijk. Als ik in de zetel lig en ik denk, ik ben perfect relaxed, komt mijn vrouw binnen en ik zie dat al om die kop. Volgt meteen de eerste vraag. Liggen we in de zetel? En dan weet ik, daar zit een opdracht aan te komen. Krijg je dat Expeditie Robinson gevoel? Waar is mijn immuniteitsmunt? Nee, ik heb er geen meer. Godverdraaid, ik hang er weer aan. En dames, jullie moeten eens letten op de manier waarop jullie vragen stellen. Jullie zijn ziek in uw kop. Ja, kom aan, jullie stellen alleen retorische vragen. Vragen waar je zelf een antwoord al op weet. Ik denk, kan het echt op die manier vragen? Schatje, jij hebt ook geen goesting om de vuilvakker buiten te zetten? Goesting. Is dat echt het woord dat we gaan gebruiken? Iemand al ooit om 6:00 uit zijn bed gesprongen? Weet je waar ik goesting voor heb vandaag? Vuilzakken buiten zetten. Mijn god, daar leef ik voor. Hopelijk zijn het van die dikke, smerige vuilzakken met zo'n scheur van onder erin, dat er wat van dat sap uitcijpelt, zodat heel mijn huis nog een week ruikt naar rotte vis en vuilnismelk. Fantastisch. Want dat sap, ik vind het zo overheerlijk. Ik ga het gewoon opsabbelen uit de zak als niemand kijkt. Weet je wat? Ik heb er zoveel goesting voor. Ik kon gewoon de wekker een uur vroeger zetten. Ik kon bij alle buren in de straat ook doen. Buren, breng mij uw vuil. Vuil, geef mij uw vuil. Ik gooi het wel buiten. Nee. Goesting om vuil buiten te zetten. Zelfs dan als ik aan de dames zou vragen. En dames, zin in anale seks? Dat ook. Zij ernaast. Geile slut. Geen nood, dames. Anale seks, dat weten we allemaal. Zeker in een relatie. Dat is maar heel af en toe. Enkel bij speciale gelegenheden. En liefst lang op voorhand afgesproken. Of tijdens ochtendseks, als jullie nog niet wakker zijn. Verrassing! It's wakey-wakey time. Ik had trouwens eergisteren nog eens ochtendseks. Dat is enthousiaster dan zij was. Ze lag nog te slapen. Ik werd wakker met een erectie. Ik dacht, jas hem er even in. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè, dames, want wanneer jullie slapen, is het niet vochtig daar beneden. Dat is zeer vervelend. Wilt je daar godverdomme eens snel iets aan doen? Hè? Ik zat er zo wat tegenaan te duwen en te stompen. Mijn penis begon te buigen in onnatuurlijke hoeken. Parallele piepedum. Waar gebeurt het vooral? Nee, echt gebeurd. Ik was tegen mijn vrouw aan het duwen. Ineens zegt hij echt van, schatteke, schatteke, de poort is dicht. En ik kreeg ineens zo'n flits Lord of the Rings in mijn kop. The gate is closed. But I know another way. It is far more dangerous, Frodo Baggins. We shall have to pass through the mines of Moria. Droog in de kakken. Nu, dames en heren, als jullie één ding onthouden aan deze volledig nutteloze en walgelijke show vanavond, laat het dan zijn dat als je de volgende keer nog eens aan uw partner naar anale seks vraagt, dat je dat als volgt doet. Darling, may I pass through the mines of Moria? Als jullie dit doen, kan ik in vrede sterven.
en is mijn leven niet te vergeefs geweest. En jongens, als je hem erin duwt, denk op mij. En roep die het zot, to the bridge of hazard doen. The bell run of Morgoth, run you fools! If I should wish to catch a fish so juicy sweet. Amuseer de wagen. Dank u wel. Het leven is te kort.